Malouda. Bauma. Oeh, dat is vraag om moeilijkheden. En daar zijn die moeilijkheden. Weggekopt in de voeten van Wiltor. Er is eigenlijk helemaal niets aan de hand als Bauma die bal naar de zijkant zou wegkoppen. Maar nu verschaft hij de bal aan Wiltor, die alleen maar door hoeft te lopen en de Wrever tegenzetten. Lee. Park. Het is overvol. De scheidsrechter ziet een overtreding van Chris. Mooie plek. De verdediging staat nog niet helemaal klaar. En dit is de kans voor de 1-1 van Alex. Ja. Ja. Weer zo'n belangrijke Europese goal van Alex. De verdediging, met name het muurtje, staat daar nog niet klaar voor de vrije schop van Van Bommel. En Abidal is het die een assist geeft, onbedoeld, die in goede aarde valt bij Alex. 1-1 in Lyon. 1-1 in Eindhoven. Om een halve finalist aan te wijzen uit deze twee clubs is een verlenging in elk geval nodig. Chris. Robert is hem de baas. Robert. Cocu. Nielmar weg. Gomez komt. Nielmar gaat. En de scheidsrechter staat op grote afstand. En wijst wel die kant op, maar zegt achterbal. Eén vrije trap, misschien verwijderd van Milaan. Van Bommel. Van Bommel! Wat scheelt het? Van Bommel, Ooyer, Bauma, Lee en Beasley betreden voor PSV als eerste de middencirkel. Zijn dat dan de schutters? Van Bommel pakt de bal. Die gaat als eerste schieten. Mark van Bommel. Trefzeker. Essien achter de bal. Neemt geen aanloop van betekenis. Arrogant. Arrogant. Ja. Het moment van Gomez. Van Park is geen strafschop meer te verwachten. Die is echt knock-out gegaan. Beasley kan PSV op matchpoint zetten. Van de Chicago Fire gekomen. Oh, hier is de kans voor Coupé op Heldendom. Want ook deze bal gaat door het midden. Nu komt daar Abidal, de linksachter. Hij met zijn penalty. Oh, weer Gomez. Robert, de Pinho, de Souza. 24. Robert, de Pinho, de Souza. PSV naar Milaan. PSV halve finalist. En ook alle aandacht natuurlijk voor Aurelio do Gomez, de keeper.